Trouwe luisteraars van Q Music die kennen ongetwijfeld deze leuke knuffel nog. Het was geen droom. Ik heb echt gevlogen. De hele wereld rond. Ik heb de Kilimanjaro beklommen. Ik was in Lapland en op missie in Afghanistan. Ik heb de grootste sterren ontmoet. Kim Kleisters en Thea op de Olympische Spelen. De Backstreet Boys in Londen. En Matthias in Hollywood. Ah, en dit ben ik met Penelope Cruz. En hier op de schoot van een echte prinses. Maar nu kom ik terug naar huis. Ja, hij is ondertussen zeker en vast terug thuis, maar zijn verhaal is nog niet afgerond. Meneer Konijn heeft heel wat harten veroverd in Vlaanderen. En zaterdag starten ze bij Q Music opnieuw met een hele leuke campagne rond meneer Konijn. Bij ons twee DJ's van Q Music, Jolien en Wiene. Goedemiddag, dames. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Ja, Wiene, hoe is het met meneer Konijn? Want hij is ondertussen terug thuis. Ja, sinds december 2012 al. Dan heeft hij eigenlijk op dat moment dat hij een jaar de wereld rondgereisd. Ja. De laatste 10 dagen met ja, mezelf. Ben jij daar overal nog mee in het vliegtuig? Ja, dan zijn we echt vliegtuig op, vliegtuig af om nog zoveel mogelijk centjes te verzamelen. Ja. In de laatste rechte lijn. Mm-hmm. En nu is hij eigenlijk officieel met pensioen en is hij terug thuis. Ja. En nu blijft hij daar ook? Hij blijft thuis, ja, okay. Absoluut. Nu gaan we eigenlijk voort met de spaarpoortjes. Ja. Om heel kort nog eens samen te vatten, wie is meneer Konijn voor de mensen die er nog nooit van gehoord moesten hebben? Meneer Konijn is eigenlijk een knuffel die van babytje Noah, dat is een kindje dat heel jong gestorven is. Mm-hmm. En de ouders van Noah die hebben eigenlijk meneer Konijn ingeschreven toen er een oproep werd gelanceerd vanuit de ochtend, Ornelis en Rogiers. Van kijk, we zijn op zoek naar een knuffel die iets gaat doen voor het goede doel. Daar zijn massaal veel reacties op gekomen. Ja. Heel veel mensen die hun knuffel wouden naar voren schuiven als symbool van die goede doelactie. Mm-hmm. En ze hebben dan eigenlijk de luisteraars laten beslissen welk beestje de goede doelactie zou vertegenwoordigen. En dat is dan het knuffeltje van het overleden babytje Noah geworden, die dan die hele wereldreis heeft mogen maken. En dat is ongelooflijk hoe gek dat iedereen van dat beestje was, hè? Maar het was ook een heel mooie knuffel, een heel lief en een zachte knuffel. Ik kan er zelf over getuigen. Mm. Ik had het zelf eigenlijk bijna moeilijk om die op het laatste moment af te geven. Ja. Dat is gewoon zoiets, dat is heel knuffelbaar en iedereen herkent dat, denk ik ook. Want dat iedereen ooit wel een knuffel heeft gehad. Mm-hmm. En op die manier heeft hij heel veel harten veroverd. Ja, inderdaad. En dus is het verhaal nog lang niet afgelopen. Hij is wel gezellig terug bij zijn familie. Maar Q Music gaat wel verder met het meneer Konijn verhaal. Ja, het is veel te mooi om te laten liggen. Hè. We hebben dan het meneer Konijn Fonds opgericht om verder centjes in te zamelen voor VZW Kindergeluk. Hoeveel hebben we tot nog toe ongeveer? Bijna €300.000 hebben we verzameld. Voilà, het was zo'n succes dat eigenlijk veel te spijtig en veel te jammer zou zijn om het nu te laten liggen, om het te stoppen. We voelen ook dat de luisteraars eigenlijk ook nog verder willen gaan. En dat die betrokken zijn. Eigenlijk ook op hun vraag van, gaat dat nu echt al stoppen? Ja. En stopt het hier? En op hun vraag ook een klein beetje dat we daar toch zo'n beetje het nieuwe levenslijn, mogen we dat zo noemen? Goh. Daar heb ik zelfs nog niet eens over. Ik denk niet dat zo in ons hoofd zit. Het is eigenlijk heel klein begonnen, mijn knuffel. Die gaat dan de wereld rondreizen en centjes verzamelen. En dat is dan, luisteraars hebben daar zo massaal op gereageerd. Zijn dan zelf acties op poten gaan zetten. En eigenlijk hadden we al snel door, luisteraars willen dat nog verder zetten, willen dat verder doen. Mm-hmm. En dan hebben we daar even over gebrainstormd en nagedacht, hoe kunnen we dat dan verder doen? Want meneer Konijn, het was logisch, we hebben dat ook aan die mensen beloofd. Het gaat 1 jaar duren. Die moet natuurlijk wel terug kunnen gaan naar het gezin. Ja. Ook omdat meneer Konijn zo'n grote betekenis uiteraard heeft voor de ouders, voor de zusjes. Mm-hmm. En dan dachten we, we kunnen eigenlijk vanuit een spaarpot vertrekken en dan op die manier spaarpootje. De spaarpootjes. Ja. En er staat er zo eentje hier bij ons op de tafel, want nu zaterdag geven jullie het startschot. Mm-hmm. Ornelis en Rogiers gaan naar het Waasland Shoppingcentrum in Sint-Niklaas. Ja. Maar op verschillende plaatsen in ons land staan bekende mensen om die potjes te verkopen. Ja, eigenlijk in heel Vlaanderen, op 12 verschillende locaties. Gaan we van 10 tot 6 eigenlijk zoveel mogelijk spaarpootjes al verkopen. Ja. En wat is dan de bedoeling van die pootjes, Jolien? De bedoeling is dus dat de mensen die komen kopen bij ons, dat kost €5 voor zo'n spaarpootje. Mm-hmm. En de bedoeling is dat ze die bij zich thuis zetten en dat ze daar bijvoorbeeld alle rosse centjes in verzamelen. Of in een zaak bij de slager of de benen. Op de toonbank. In de supermarkt, op de toonbank. Zodat mensen daar eigenlijk af en toe eens iets in kunnen droppen. En dan op het einde van het jaar gaan we kijken wat die spaarpootjes in totaal allemaal hebben opgebracht. Iedereen mag de inhoud dus
dus voor komen lozen. Kindergeluk komen lozen. Mocht jij niet tellen. En dan mogen ze, dan ja, mogen de centjes tellen, ja. Ja, en dan gaan ze de spaarpootjes, die blijven dan bij de mensen van wie ze zijn. Ja. Dus als je ze koopt, krijg je ze wel. Ja. Maar de inhoud, dat is dan wel de bedoeling dat die terug naar het om dan op het laatste van het jaar weer een mooi bedrag te hebben. Ja, ja, voor Kindergeluk, wat doen die juist eigenlijk? Wat doet die organisatie? Zij doen heel veel verschillende dingen, maar het belangrijkste is het doel. Het is altijd eigenlijk om kansarme kinderen uit eigen land voor te helpen. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik wel heel mooi. Want ja, die zijn er ook, ja, ook in eigen land. Ja, ja, ja. Meer dan eigenlijk gewild is. Hè. Goed, ook in onze provincie zijn die pootjes te koop. Ja. Waar? Dat willen we natuurlijk heel graag weten. En wie verkoopt die? Want er zijn heel veel bekende mensen die zich inzetten. Hè? Ik weet dat we staan in Sint-Niklaas, in Gent, in Antwerpen. In Kortrijk ga ik zelf samen met burgemeester Vincent van Quickenborne spaarpootjes verkopen. Ik zelf sta op de Groenplaats in Antwerpen. Ja. Maar er zijn ook twee Limburgse gemeenten, ja. Sint-Truiden en Hasselt. Ja, absoluut. Wij naartoe. Wij niet zelf, maar Anke Bukkings komt bijvoorbeeld naar Hasselt. En zij gaat daar samen met heel veel bekende mensen hoor. Griet van Hees komt langs, Hanne Troonbeeks. Jelle van Daal, ja, Linda, ja, Mertens. Ja. Reggie staat in Sint-Truiden. Oh, ja. Maar ook de burgemeester van Hasselt zal komen helpen. Mm-hmm. Dus het is echt wel de bedoeling om zowel met luisteraars als met bekende koppen als politici om zoveel mogelijk de actie toch terug in de spotlights te zetten en echt te lanceren in 2013. Ah, voilà. Goed. Dus beste Limburgers, laat jullie goed hart zien. Trek misschien zaterdag even naar Hasselt of Sint-Truiden en koop daar zo'n leuk spaarpootje om dan meneer Konijn te helpen. Zeg dames, jullie zijn al een tijdje bij Q-Music ondertussen. Hè? Wiene, we hebben nog iets heel leuks van jou teruggevonden. Oei. Ja, dat je weet, Maarten Cox werkt bij ons en die heeft zijn videorecorder terug boven gehaald. Oh, nee. En kijk eens aan wat we daarin hebben gevonden. Ja, natuurlijk. Ik weet al wat je gaat doen. Ja, voilà. 'Cause I can't let go. Ja, dat zijn heel confronterende beelden. Maar dat was niet de bedoeling. Het is gewoon om te laten zien dat je... Ooit... Ik vind het schattig, het is zo lang geleden. Ja, om te laten zien dat je in de lichting zat van Maarten Cox, 2004. Ja, absoluut. Idol 2004, het tweede seizoen. Ja. En ik zat zelfs in dezelfde aflevering als Maarten. Ja. Ik heb hem toen heel goed leren kennen. Ja. En ben je dan ver geraakt? Of hoe is het dan verder niet zo ver als Maarten, want Maarten zat bij de laatste 10, heeft dat ook heel goed gedaan. Ja. En ik zat, dat was eigenlijk mijn laatste performance. Want ik zat toen bij de laatste 30. En dat waren toen 3 afleveringen met telkens, met telkens 10 kandidaten. Ja. En uiteindelijk zijn er toen in totaal 10 doorgegaan en ik ben daar dus gestrand. Oh, ja, ja. Het was wel een heel avontuur en ik was 18 jaar, dus ik was heel jong. En het was wel leuk om daarvan te kunnen proeven. Blijkbaar moet je als Q-DJ dan kunnen zingen. Jullie, want jij kan blijkbaar ook wel heel goed zingen. Ja, je zit inderdaad. Bij mijn auditie moest ik ook een liedje. Nee, dat is niet waar. Dat is puur toeval, denk ik, dat we alle twee zo goed Maar ook bij August en twee jaar geleden tijdens de zomer. Maar ben je hier ook nog geweest om dat voor te stellen? Was ook een heel leuk nummertje eigenlijk. En dat sloeg aan. En een leuke clip erbij. Hopla. En het was vertrokken. Ja, maar dat was... Ja, eigenlijk is dat zot begonnen, hoor. Dat was DJ Idol, hè, want naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Idol hadden wij een wedstrijd. In 2011, hè? Hadden wij een wedstrijd georganiseerd onder DJ's. En dat was echt puur voor de lol. En alle DJ's deden daaraan mee. Hmm. En dan moesten we een liedje brengen in de studio bij Sven en Kurt. Dan mochten de luisteraars sms'en. Wie gaat er door naar de finale? Oké, ik mocht dan door naar de finale. Echt op het podium van Idol. En Rick mocht dan ook door naar de finale. En Vincent die had ook heel goed gezongen. En uiteindelijk hadden wij zoiets van... Hey, waarom doen we niet eens iets samen? Gaan we zo een keer iets zot doen? En omdat we dan de ochtend presenteerden in de vakantie, als Sven en Kurt met verlof waren, dachten we van, als we nu eens gewoon stiekem een liedje opnemen en dat dan in de playlist steken, zonder iemand dat weet. Ja. En dat werd een keigrote hit. Ja, niet te Want ik was toen gewoon een luisteraar en ik weet toen dat ik dat echt een superleuk liedje vond. En dat ik dacht van, allee, wie zou dat nu eigenlijk zijn, die August? Ja, heel tof. Dan, dat hebben we dan bekendgemaakt. En gaan jullie nu in de zomer ook terugkomen? Want Sven en Ornelas en jij gaan dan weer even op vakantie? Dat is zo. Nemen jullie het weer over? Of er is een nieuwe DJ die staat te trappelen om het over te nemen. Dat is Maarten van Quali. Die gaat de zomer presenteren samen met Dorothee Douwe als zijn sidekick. Dus je mag uitslapen deze zomer. Ik mag eindelijk eens naar de beach als in Oostende. Ah, voilà. Om de luisteraars te zien en zo. Dus zij mogen het overnemen. Oké, goed.